Zolang die maar goed loopt, ja toch? Want er is geen één mens die recht is. Boeing heeft een vriendje. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik ben al geruime tijd er weer uit. Want Mary is al geweest, ik heb mijn rollator weer terug, dus nu heb ik er twee. Ik heb alles weer omgebouwd naar mijn normale rollator, die ik van mijn moeder heb geërfd, want die loopt toch wel een stuk lekkerder dan dat andere ding. En ik heb het stuur gelijk ook hoger gezet, want die was eigenlijk voor mij te laag. Ik heb hem nou op dezelfde hoogte gedaan dan de oudere rollator, maar ik zie toch nog dat er wel weer een verschilletje in zit. Ja, ik moet de rechter nog niet laten zakken. Kijk. Ik moet helemaal om mijn hondje heen. Nou zie je dat de rechterstuur wat hoger is dan de linker. Nou, dan moet ik toch weer eventjes naar beneden laten zakken. Ja toch? Gaan we gewoon even doen. Maar ja. Maar dat zien we het niet. Zo wel. Hij is een beetje moe. Zo. Even kijken. Zo ongeveer. Zo is het beter. Als vrouwtje nog later wordt, is er een oma geweest. Maar oma heb jij niet gekend. Nee. Het is wel nu van mij. Ja. Lekker pup. Hè? Nou. Is die nou? Dan staat een beetje naar buiten toe. Dan moet een beetje weer naar binnen. Ja. Oh, een dag nog. Ja. Bij de linker vergeleken. Kan honden. Zo, niet te. Hou. Zoiets. Ik heb gehoord je polsen op polshoogte. Nou, dat is die nou wel. Ja! Althans, dat heb ik op een filmpje van YouTube gezien. Ja, moet die zo ongeveer goed zijn, dacht ik. Of is er nou nog eentje hoger dan de ander? Ik zie dat nou niet meer hoor. Ga het fietsje stelen. Nou, ik dacht dat die nou ongeveer even hoog was, toch? Ik zou graag zijn waterpas erbij halen, maar ja. Ik heb er wel een, maar dat is een kleintje, ik heb niet een grote. Maar ja, ik vind het wel gebakken. Zolang die maar goed loopt, ja toch? Want er is geen één mens die recht is. Nee. Aan elk mens van de wereld mankeert er wel iets dat ze wat scheef zijn. Dus ja. Maar oké, wat doe jij daar in het hoekje? Mag dat? Tante, poilewappie. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer sluiten, want ik moet die dames naar buiten laten. En ja, ik heb al een paar bakken koffie op. Mary, de koppie staat er nog. Ja, dus die breng ik ook naar de keuken. En het lijkt me knap weer toe om even ook met Elwin erop uit te gaan. Maar ik weet het nog niet hoe het buiten verder is qua wind, woei, waai en kou. Dus ja, dat merken we zo meteen als ik ze uit ga laten. Ze zijn hier druk bezig gek te doen. Vooral Rijka. Maar oké, het maakt niet uit. Mag. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Doe ik ook. Ja, en ik ben blij dat Mary me geholpen heeft.
En we hebben iedere keer de helft betaald, want het was nogal prijzig. Ik zeg het niet, nee, maar we hebben hier ongeveer de helft gedaan. Want het was haar idee om hem weg te brengen, dus ja. Zij wou het graag, zij had het voorgesteld, daarom had ik ook die man al aangesproken. En nou ja, ze zegt, ik breng hem dan wel, maar ja, het was schreeuwend duur. Maar hij doet het weer, er zit een splinternieuwe remkabel aan. Die andere was helemaal finito kapot, hij is meer dan een uur bezig geweest, beweert hij. Ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. Dus, maar oké, okay, lieve vrienden, ach beestje, kom maar, leg er hierheen te piepen, dus ik hou op en ik ga met ze aan de wandel. Ja, en Karin, kijk, jij weet wel wat het moet wezen, ik niet. Nou, ja, een borstel, maar dit, gewoon een tang. Oh, kijk, er komt het uit. Nageltjes knippen. Ja, ik zie het al. Nou. Oké, ik zou zeggen, tot later.
Elwing? Elwing heeft een vriendje. Ja? Elwing heeft een vriendje. Elwing heeft een vriendje. En ze is ook alweer in de zee geweest, hè? Ja. Ik zei al, Elwing heeft een vriendje. Ja, Elwing! En het is koud. Gelukkig dat het niet zo hard waait. Ja, ook dat nog. Dan komt uw hond wel op de vlog, hè? Op YouTube. Ja. Je kunt me volgen. Jopie. Oh, Jopie en Elwing, tezamen. Ja. Mijn vlogkanaal, als u wilt kijken, is Corine met IE ja. En de beestenboel. Okay. Ja. Ja, nou, ze zijn allebei in het water geweest, lieve vrienden. Ja. Maar ja, ze blijven nou daar bovenop. Kan er ook niks aan doen. Elwing, kom! Ja, denk je dan? Nou, maar lieve vrienden, ik ruim hem weer op, want het is mij te koud!
Ja, lieve vriend, ik ben alweer geruime tijd thuis en ik heb nog steeds koud. Ja. Oh, mijn tenen doen zeer, mijn vingers doen zeer. En ik had wel op een gegeven moment mijn handschoenen aan, hoor, daar niet van. Maar met dat filmen even, haal ik ze uit. Want anders kan ik die telefoon niet vasthouden. Nee, dat gaat het hem niet worden. Maar ze heeft wel weer in zee gewist. Ja, echt waar. De voer is nog een beetje nat ervan. Hij heeft zij gedaan. Maar ze ligt nou lekker in de mand te slapen. Rijka ligt op de bank te slapen. Dus ja, heerlijk gewoon, mijn lieve beestjes. Ik ben er zo blij mee, ja. Daar is Elwin Rijka. En dan moet, ja, daar is ze. Hé, hey, meisje. Lekker koekje gehad, hè, jullie. Ja. Jij ook een lekker koekje gehad, hè, mevrouwtje. Ja. Nou, en Amaryllis, hè, die groeit en die groeit maar. Ja. Maar. Oh, waar zitten we? Daar ook zit al een spreetje in. Zien jullie dat? Ja. Dus. En ik zie een kleurtje rood. Roze rood is dat. Dus we wachten het af wat hij gaat doen. Ja. We wachten het af. Maar ik ben er wel blij mee. Ja. Nog een paar centimeter komt bij de belletje die aan de lamp hangt. Leuk, 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 leuk. Ik moet mijn GoPro nog uit mijn houder halen van mijn scootmobiel. Van de booster. Ik zeg altijd booster. Ja, dat zeggen we hier allemaal. Tegen de scootmobiel zeggen we allemaal hier booster. Maar hij zit er nog in. Dus ja, ik ga zo meteen... jas even aandoen en dan zal ik hem er even uithalen, want het is niet bepaald warm. Het is waterkoud, gemeen waterkoud. En ik wil mijn telefoon ook aan de lader leggen. Ja, en morgen ga ik een kabel erbij halen bij Action. Om 3:00 moet ik, 3:10 er al wezen. Ja, je moet 10 voor de afgesproken tijd al aanwezig zijn. Dus ja, ik moet op tijd weg. Dus 2:15 ga ik gewoon weg. Ja, laat ik de dieren wel hier, want die mogen daar toch niet. Nee. Maar in ieder geval, dan kan ik mijn kabeltje ophalen. En dat is een kabeltje van mijn telefoon. En dan de oude USB nog naar de computer toe. Ja. En dan kan ik hem wel via de computer gewoon aanschakelen. Om niet die kaartjes eruit te halen. Allemaal gepiel en gedoe. Nee, dat kan ik niet tegen. Nee, dat gaat het niet worden met mij. Ik ga, en dat interesseert me momenteel ook niet. Nee, want ik heb het koud. We gaan ook straks nog weer naar de FOMAR. Om 5:00 moet ik zijn. Ik heb een tas te goed te koop gehaald. Ja. Dus het tenminste besteld, laat ik het zo zeggen. Dus ja, die gaan we ook ophalen. En dan samen uitpakken, hè. Ja, ophalen doe ik in mijn eentje. Maar uitpakken doen we met z'n allen. Ja, toch? Ja, gewoon gezellig. Heel erg leuk. Dus ja, jullie merken het wel. En ik hoop ook ja, dat die beelden van de GoPro goed zijn. Want ik had hem eigenlijk scheef naar beneden. Maar ja, op een gegeven moment denk er niet bij na. Omdat je het niet meer ziet, want het wordt zwart. Dus je ziet zelf niks meer wat er gebeurt. Maar op een gegeven moment het is ze met het vriendje van daar, Jopie, is ze bovenop de dijk aan het lopen en aan het doen, et cetera. Dus ja, naar de weg toe is ook dan niet leuk. Maar ja, ik zie wel wat het allemaal is. Ik weet het zelf niet. Ik hoop wel dat jullie kunnen zien dat ze aan het meerennen was. Ja, sneller, 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 de snelst. Hé, Elwin? Elwin. Hé, hey, meisje lief. Ben je nog nat? Hoe valt allemaal wel mee, hè? Ik ben nog vochtig. Hé, hey, ik ben nog vochtig, maar niet echt nat meer. Nee. Lekker ding, hè? Ja, ga ik dus lekker ding. Hé? Hey?
Lekker geen meisje. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. En we zien wel waar het schip strandt. Ja, ik heb net de kachel weer aan, want ik had hem uitgedaan. Ik heb hem nou net aangedaan. En ik ga zo meteen bij mijn bureau zitten wanneer ik de GoPro binnen heb. En dan doe ik mijn privékacheltje aan. Ik heb zo. Klein vierkant dingetje op elektrisch. Oké, het vraagt wel allemaal op stroom, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar ik heb het van mijn mannetje gehad. En het is modern hoor. Niet zo'n ouderwets geval van vroeger met die straalkachels. Nee, want deze kan ook kou geven voor in de zomer. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En we spreken elkaar later wanneer ik die boodschap heb gehaald. Ja toch? Kom dan. Ik zou zeggen, we zien elkaar dan wel. Ja, gewoon doen, gewoon komen. Zo, lieve vrienden, ik ben er weer. Ja, ik ben weer binnen. Ik heb mijn tas de koet de kool al opgehaald. Ja, bij de desbetreffende supermarkt, de Womar. Ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Zo, lieve vrienden, echt niet. Rijka, laten we dat even. Mag niet, hè? Dat gaan wij niet doen. Zulke soort spelletjes houden wij niet van. Nee. Maar ja, net wat ik zeg. Hij staat hier weer, de bekende. Ja. Dus we gaan weer gewoon vol goede moed aan de gang met uitpakken. Ik heb niks op tafel neergelegen, dus ik ga gelijk door naar de keuken. Ja, zit toch vlakbij. Ja toch? Nou, kijk maar eens even. Ik weet niet wat het is. Jullie nu al wel. Wat is het? Ik weet het niet. Oh, lekker! Oh, yummy, yummy! Oh. En ik hield hem al op mijn kop. Ja, dat heet wanneer. Uitpakt. Oeh. Yummy. Oeh, dat is een groot pak. Nou, voilà. Wat de vies, Joost mag het weten. Ik denk van vlees, maar wat voor vlees weet ik niet. Nee, ik heb mijn oogjes dicht. Ik ga ze nou openen. Ja. Halleluja. Koel als vlees. Ja, lekker. €7,52. Hè? Tas is €5. De taart is €4,99. Dat is dus al €5. Plus die €7,52. Hè, want die taart is €4,99. Dus ja, die 1 cent. €5. Plus €7,52. Gaan we weer. Dat is maar één pak nog. Dan is die tas leeg. Nou, oogje dicht. Ik denk weer een of andere salade of zoiets aan de bak te voelen. Nou doe ik mijn oogjes open. Dat zeg ik. Kip, pesto, maaltijdsalade. Kan ik vanavond mooi eten? Want ik heb nog niks klaar voor het eten. Nee. Gaan we dit mooi eten? Ja, helemaal lekker. Ja toch? Ja. Dus ja, dat zijn maar drie dingen, maar moet je wel naar die prijs kijken. Ja, voor jezelf, nou ja, ik vind dat voor mezelf gewoon veel te duur. Zelfs die taart vind ik duur. Dat ga ik voor mezelf niet kopen, ook al wanneer ik visite zou krijgen, koop ik dit niet. Nee, dan ga ik voor een ras, noem je dat, van die Franse vlaaien. Appelrasterfly of appelkruimelfly of abrikozenfly, dat is allemaal veel goedkoper dan dit. En een halve voor twee nog wat zoiets. Dat ja, wat verdikkie en dat vlees, man. Halleluja. Ja, zo'n hele deuk erin. Ja, haché. Oh, haché koelasvlees. Je kan er ook haché van maken. Maar ik geloof dat dit wel heel lang moet koken. Land van geboorte, Ierland.
te gebruiken? Ja, oké. Ik moet even zien. Ja. Nou, dan mag ik wel kijken hoe ik dat moet voorbereiden. Ja, ik heb dat nog nooit klaargemaakt. Koelas, soep of wat dan ook. Nog nooit van mijn leven. Of haché. Ja, haché heb ik wel eens gemaakt, maar van gewoon ander vlees. Wat veel sneller gaar is, weet je. Maar oké, ik ben er wel blij mee en ik ga dat gewoon bekijken. Ja. Ik ga een bak koffie doen en dan ga ik na de tijd de hondjes uitlaten en daarna ga ik eten en daarna moet ik nog een vlog in elkaar zetten. Ik heb wel alle filmpjes weer in mappen gezet. Ik heb mijn kookproeven vanmiddag weer leeg gehad en in een map gezet dat met vandaag te maken heeft. Maar mijn mobiel is nog niet leeg gehaald. Dus ja, dat moet allemaal nog. Ja, dus. Komt allemaal goed. Ik ga dit in de koelkast doen. En nou ja, anders maak ik er even een foto van voor Karin. Ook leuk. Dus, maar komt goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Smakelijk eten, bon appetit. Ik vergeet jullie niet. Of jullie mij vergeten, weet ik niet. Nee, misschien ben ik niet belangrijk genoeg voor jullie. Dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik allemaal niet. Nee, laat maar eens een keer weten of ik belangrijk genoeg ben voor jullie, ja. Maar jullie zijn wel belangrijk voor mij. Heel belangrijk, want ik hou van jullie, ja. Ik hou van iedereen. Ik geef liefde aan iedereen, ja. Moet kunnen. Maar in ieder geval, ook een hele fijne, liefdevolle avond. En voor later, uiteraard, ook als je naar bed toe gaat, wel rusten, slaap lekker. Met mooie dromen. En morgen, zondag, uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Dus zeg het tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.